Jolie, hoe was het om vandaag een hoer te spelen? Heel moeilijk. Ik moest echt een knopje omdraaien in mijn hoofd en even een andere rol spelen. Vond je zelf van jouw prestatie? Ik ben tevreden omdat ik mezelf echt helemaal heb kunnen inleven en omdat wij gewoon zo'n vertrouwen hebben met elkaar. En die connectie was er en ik voelde het helemaal. Dus ik ben echt blij. Wat vond je van de commentaren? Heel goed. Ik ben heel blij over de commentaren. Ja. Ja, over mijn inleving, dat ze verschoten waren dat ik dit echt kon om mij zo in te leven. Want inderdaad, ik ben geen actrice. Dus voor mij, ik ben altijd de happy Julie. En het was heel moeilijk voor mij om in deze rol te kruipen. En ik ben heel blij dat ze dat ook apprecieerden bij de jury. Vandaag afscheid moeten nemen van Michael. Hoe voelde dat nu voor jou? Ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk dat we afscheid moeten nemen elke week. En omdat we zijn zo'n close groep en je wenst gewoon niemand toe om naar huis te gaan. Maar ik had echt even wel hartkloppingen op dat moment. Maar ja, natuurlijk ben ik heel blij dat wij door zijn, maar toch, het blijft een triest moment. En volgende week, next week? Next week, it's a great week. It's freestyle. Yeah, we're so excited for that. It's going to be a new style. It's going to be something new for Julie. And she's going to come out with something more explosive. Yeah. Ja, dat belooft veel.